Suriname is niet vrij van COVID-19. Het is wel zo dat er geen actieve cases zijn en geen nieuwe positief bevestigde gevallen. Dit zei Minouche Bromet, waarnemend directeur van het BOG, vandaag in het ANTV-programma COVID-19 Update. Bromet zegt dat er niet gesproken moet worden van COVID-19 vrij, omdat niemand het gevoel moet krijgen dat het veilig is. Ze zegt dat de dreiging vanuit onze buurlanden Guyana, Brazilië en Frans-Guyana heel groot is. In die landen zijn de measurements anders geweest dan in Suriname. Ik begrijp dat mensen zich beknot voelen in hun vrijheden en dat er wat geklaagd is hier en daar. En natuurlijk ook onze economie die een beetje, niet een beetje, heel zwaar geraakt wordt door de maatregelen. Maar je merkt dat de maatregelen hebben ons iets opgeleverd. En de landen om ons heen zouden daar zelfs ook van kunnen leren. En je ziet dat ook, met name Frans-Guyana. Ook dat een beetje heeft overgenomen, omdat we vanaf case 1, die hebben we meteen uit de thuissituatie gehaald en dus geïsoleerd in het ziekenhuis. Dat is in het begin niet gebeurd in Frans-Guyana. In Frans-Guyana werd je positief getest, de eerste 5 gevallen, maar de mensen die niet ernstig ziek waren en de griepsverschijnselen waren matig, die bleven hun in thuissituatie. En je weet, als je in je thuissituatie bent, heb je een bepaald gevoel van vrijheid. En je gaat misschien toch in contact met je buurvrouw of met een ander familielid dat niet bij jou in huis woont. Dus dan kan je wel verspreiding krijgen van mens op mens. Dus een aantal zaken die we in Suriname hebben gedaan, hebben ons geleid tot dit. En natuurlijk ook de bevolking na de eerste positieve geteste casus, was de bevolking top alert. Iedereen zijn bijdrage en ook alle ideeën en alle schrijven die gericht werden aan de directeur van Volksgezondheid, aan het BOG, aan het COVID-management nationaal team. Alle ideeën, iedereen die meedenkt, meehelpt denken, dat helpt ons ook. Bromet benadrukt dat we niet direct terug kunnen gaan naar de oude situatie. Ze vindt dat aanpassingen geleidelijk aan doorgevoerd moeten worden. Omdat wanneer er dan toch iets, ik zal het zeggen, dus aanhaling misgaat, dat je weer een plotselinge piek hebt, dat je ook weer terug kan gaan naar die strakke measurements. En dat moet het publiek wel begrijpen. Dat moeten we met z'n allen begrijpen. Dat het gaat om onze gezondheid, dat je inderdaad kan werken aan aanpassingen, maar dat het als het nodig is, we weer terug moeten gaan naar die hele strenge maatregelen. Ja, hè? Omdat ons gezondheidssysteem het gewoon niet aan kan. Dat was waarnemend directeur Minouche Bromet van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Ze sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Het programma wordt na het nieuws herhaald.